Au, 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 au. Oh! Hey, hallo en welkom weer bij deze nieuwe video. Jongens, het is vandaag weer tijd voor wish items. En niet zomaar wish items. Ik heb vandaag de meest bizarre, gekke soorten schoenen die je maar vinden kan. En als het van wish komt, dan weet je dat het wel eens flink gek kan zijn. Ik ben gewoon eens daar gaan rondstruinen naar wat items. En ik kwam gewoon op een gegeven moment op een pagina terecht met een paar schoenen. Nou, en er zit één paar bij waar ik gegarandeerd mijn nek over ga breken. Ik heb hier in ieder geval super veel zin in. Het duurde trouwens echt super lang voordat het binnen was. Ik denk dat ik wel een half jaar heb gewacht tot ieder paar binnen was. Vooral op het laatste paar moest ik echt super lang wachten. En zelfs één paar is nooit binnengekomen. Daar heb ik mijn geld voor teruggekregen. Dus dat is allemaal goed gekomen natuurlijk. 5 paar super gekke, rare schoenen van Wish. We gaan het vandaag testen. Heb je er nou net zoveel zin in als ik? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet om op mijn kanaal te abonneren. Daarbij zo dat belletje aan te klikken. Zo krijg je altijd een notificatie zodra ik een video heb geüpload. Voordat ik ga beginnen met het eerste paar, is het tijd voor de shoutouts. Als jij een superleuke comment plaatst onder deze hashtag, maak je kans om de volgende video even van de 3 shoutouts te winnen. Deze week heb ik echt een heleboel groenten en fruit onder een microscoop bekeken. Dus heb je die video nog niet gezien, link staat onder in de beschrijving. En daar vandaan heb ik natuurlijk weer 3 leuke comments geselecteerd. De eerste shoutout is voor patat met boter. Ik heb natuurlijk in de video preparaatjes gemaakt zodat ik het onder mijn microscoop kon leggen en alles kon zien. Onder die zegt natuur en scheikunde. Ik heb dat geleerd bij biologie hoor. Jongens, ik ben super oud. Nou, wat is het? 15 jaar geleden dat ik voor het laatst een biologieles had. De volgende shout-out is voor Emma. Mijn moeder had een keertje in de sa een beestje gevonden. Alleen kwam ze er ietsjes te laat achter. Ze had hem al door het midden gebeten. Heel smakelijk. Super nice. De laatste shout-out is voor Shaimee Azouz Bouchnafa. En ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Zo niet, dan spijt het me. Dionne zegt, ja beestje. Ik, alsof ze goud heeft gevonden. Ja jongens, ik was zo excited. Ik had er gewoon zin in. Ik wilde gewoon beestjes. Vandaag in ieder geval iets heel anders. We gaan maar beginnen met het eerste paar schoenen die ik heb uitgekozen van Wish. Het eerste paar, dat zijn deze. Die heb ik al uitgepakt. Die zitten niet meer in het zakje. Dit is een paar massageschoenen. Zo zien ze eruit. Heel bijzonder. Je kunt er zelfs gewicht mee verliezen. Heel raar. Platform, wedgets, negatieve hak. Hoe kan een hak negatief zijn? Ik heb er destijds 18 euro voor betaald met 9 euro verzendkosten. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik dit daarvoor heb uitgegeven. En ja, dat het een massageschoen is en dat je gewicht verliest. Ja, weet je, ik vind het allemaal maar gewoon een beetje broodje aap. Ik geloof er helemaal geen kont van. Halen ze maar gewoon eens eventjes uit het zakkie. Oh, ze zitten aan elkaar vast. Wow. Dit ziet er heel bijzonder uit. Waarom zouden dit massageschoenen zijn? Het zijn wel echt schoenen met een hele bolle onderkant. Dus misschien train je daar iets mee. Van het harde foam. Er staan ook allemaal dingen ingegraveerd. Volgens mij I love, I love, I love. Een beetje raar of zo. Het is ook niet dat ik denk van nou, dit is een hoogstaand kwalitatief product of zo. Nee. Ik vind dat ik er nog best wel veel geld aan heb uitgegeven als ik dit zo voel en dit voor me zie. En vooral ook ruik, want het ruikt heel erg naar plastic. Gaan we eens even kijken hoe deze bungelende schoenen om mijn voeten zitten. Ik ben super benieuwd. Oh mijn god. Jongens, ik kan hier bijna niet op lopen. Dit is echt verschrikkelijk. Het is een soort balansschoen inderdaad. Nou, het is niet dat ik denk ik word gemasseerd. Maar je staat natuurlijk echt op zo'n ronding. Je moet je hier nou mee? Je moet gewoon een soort van balanceren. En misschien krijg je daar sterke benen van. Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval een heel raar fenomeen. Ik vind het vooral een gekke schoen. Het is niet dat ik denk van nou, ik sta hier heel lekker op te relaxen. Je moet vooral heel erg op de bal van je voet staan. Dus echt op de voorkant van je voet. Anders val je naar achter. Ja, misschien word je wel slank van deze schoenen. Ik heb geen idee. Ik denk dat je gewoon vooral je nek breekt. Maar ja, dit zijn ze. Het is heel raar lopen. Next! Het volgende paar wat ik met jullie wil unboxen is dit paar. Ik kan al zien welk het is. Ik heb telkens wel even gecheckt wat er precies in die pakketjes zit. Want van Wish krijg ik regelmatig wel eens wat binnen. En dan weet ik vanaf de buitenkant echt niet wat erin zit. Dus dan moet ik het wel eventjes controleren. Maar jullie zien iets groens als het goed is. Hier zien jullie het plaatje. Voor Wish begrippen heb ik er nog best wel wat geld voor betaald. 11 euro verzenden en 26 euro voor het product zelf. Dus uiteindelijk kom je uit op 37 euro. Dat is natuurlijk voor een paar schoenen niet echt heel duur of zo. Maar het is toch voor Wish begrippen redelijk wat geld. Het
ziet er wel heel fancy uit. Neongroen, oh my god. Ook niet echt waarvan je denkt, nou, topkwaliteit. Keihard plastic. Ja joh, het is echt een heel bijzonder schoentje. Lijkt wel een glazen muiltje, maar dan wel een beetje de Uchi Mama variant. Ik kan er aan de ene kant van houden en ik kan er aan de ene kant heel veel slechts over zeggen. Ja, de kwaliteit is wel echt een beetje meh. Nou, ik word altijd zo misselijk van schoenen die zo ontzettend meuren. Ik krijg er hoofdpijn van en ik word er misselijk van. Kortom, ik voel me een beetje ziek op dit moment. Ik wil nu eigenlijk vooral gewoon heel graag weten hoe ze staan. Dus we trekken ze maar heel snel eventjes aan. Ik denk dat je het resultaat goed kunt horen. Vooral heel plasticachtig, maar ze zitten niet zo verschrikkelijk als dat ik had verwacht. Ze zitten nog best wel lekker. Ik wil niet zeggen dat dit mijn ding is, maar het is wel echt absoluut een eyecatcher. Dat moet je toegeven. Staat mooi bij mijn kamerplant. Staat niet helemaal mooi bij mijn outfit, maar... Ja, ze maken wel echt een takkenherrie als je erop loopt. Gewoon qua gebonk, maar ook qua gekraak. Ja, toppie-joppie. Tokkie-joppie bedoel ik dan. Ik vind het kleurtje wel heel leuk. Kun je echt wel heel erg leuk combineren. Maar het is gewoon niet helemaal mijn stijl natuurlijk. Daarom doe ik deze unboxing ook. Om gewoon vooral gekke schoenen aan jullie te laten zien. Nou, volgens mij zijn we op de goede weg. Als ik trouwens terugkijk, heb ik in januari alles besteld. Eind januari, begin februari. Dit is het paar schoenen wat ik niet heb ontvangen. Toen hebben we geld teruggekregen en toen heb ik dit paar besteld. Die heb ik hier nu in mijn handen. Dit paar was 18 euro met 10 euro verzendkosten. Dus in totaal 28 euro heb ik hiervoor betaald. Het lijkt een soort slipper ding of, nou ja, oef. Oh jongens, dit is wel echt... Geen kwaliteit hoor. Je voelt het gewoon eigenlijk meteen al. Oké, dit had ik eventjes niet zien aankomen. Het is gewoon een soort slipper, maar dan een hele laars eraan vast. Kijk nou, dit is toch bizar. Kan niet anders dan dat dit heel erg vrot zit. Ja, het is gewoon die kwaliteit. Je ziet het ook. Het is gewoon een beetje kartonachtig. Ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Ik denk dat die echt tot je knieën komt. Het is echt flink lang. Maar het is dus gewoon een teenslipper. Heel gek. Eigenlijk wil ik gewoon heel graag zien hoe dit precies zit. Het is me een bouwwerk ook hier aan de achterkant. Het gaat me vast even duren voordat ik het allemaal door heb hoe dit precies zit. Maar het komt goed. We gaan hem passen. Nou jongens, ik voel me een echte gladiator. Jeetje, wat zijn dit nou weer voor een ding? Nou, je ziet het de achterkant. Helemaal ingesnoerd. Ja, het is een apart steltje. Je hebt bij je knieën ook van die gaten zitten. Ik ben in ieder geval helemaal klaar voor de Fashion Week. Maar ja, heftig. Ik voel me echt een beetje een eend of zo. Lekker plat, lekker lomp. Het zit ook echt niet lekker tussen mijn tenen. Nou, dit is nog eventjes voor jullie de achterkant. Want het is natuurlijk ook wel vrij bijzonder. Maar ja, wat kun je hier nou wel vinden? Toch? Dit is het paar waar ik echt het meest nieuwsgierig naar ben van deze hele video. Het zijn een soort balletachtige schoenen. Ik heb ook natuurlijk een keer spietsen van Wish uitgeprobeerd. Nou jongens, deze zijn echt next level. Dit waren ook een van de eerste die binnenkwamen. Hier heb ik 52 euro voor betaald en 11 euro aan verzendkosten. Dus in totaal 63 euro uitgeven. Er zitten ook slotjes aan de zijkant. Maar wauw, die punt. Die punt! Hoe ga ik dit overleven? Hoe gaan mijn voeten dit overleven? Waar die sloten goed voor zijn, dat weet ik ook niet, jongens. Maar ik vind ze wel heel erg spannend. We gaan ze maar eens even uit de verpakking halen. Oh, ik zie de roze kleuren al helemaal erdoorheen. Het eerste wat ik vind, zijn volgens mij de hangsloten. Die zitten er dus los bij. Die moeten we eraan gaan hangen. Vraag me af, hè. Wanneer ga je zoiets aandoen? Oh mijn god! Jongens, waarom doet mij dit denken aan een of andere aflevering van SpongeBob? Dat Patrick van die hele... Is dat Patrick? Die hele hoge schoenen. Ik had ze wel iets hoger qua kwaliteit verwacht. Omdat ze natuurlijk toch nog 52 euro waren. Maar buiten dat om, dit is toch heel raar. Het is echt een beetje Lady Gaga-achtig. Oh jongens, ik ga hier zo hard mijn nek op breken. Dit kan niet anders. Lekker veterlaars, jongens. Lekker pittig. Het is wel echt een beetje een balletschoentje als je dat zo van voorzien. Oh, dit is wel heel extreem hoor, jongens. Je hebt hier dus dat ding wat je hier vast kunt maken met klittenband. Maar dan heb je hier dus twee ringetjes. Als je ze dan vast hebt gemaakt, dan haal je dat ringetje door het gleufje heen. En dan zet je het zo op slot. Dus dat betekent dat je ze ook echt niet meer uit kan doen. Dat lijkt me dan wel eventjes één grote marteling. Ik dacht dat die sloten ergens gewoon voor de sier zouden gaan hangen. Maar nee, dit is wel echt een soort
marteltuig. Oké, nou ja, ieder zijn hobby natuurlijk. Wij gaan deze maar eens eventjes aantrekken en ik ben echt super benieuwd of ik dat ga overleven. Oké, heel eerlijk, ik ben een beetje bang voor dit. Een beetje heel erg. Oh, jongens. Ja, het is toch maar de vraag. Oh, nee. Nee, dat kan niet. Oh, wat erg. Oh, dit doet zeer. Oh, mijn god. Nee, dit kan je toch niet maken, dit. Stel je voor dat je hierin wordt opgesloten. Dan kun je echt nergens heen. Waarschijnlijk is dat ook de bedoeling. Oh, my god. Ik val gewoon letterlijk met mijn bips tegen de muur. Oh, mijn god. Ik moet die andere ook gaan aandoen. Hoe ga ik mijn balans houden? Ik wil echt huilen. Wacht, ik ga dit zittend doen. Oh, dit is. Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. Dat kun je toch niet maken om iemand aan te doen? Mocht je zo'n paar schoenen toevallig thuis hebben, doe dit vooral niet na. Oh nee! Oh nee! Oh, dit is echt gevaarlijk. Ik ben heel erg bang. Auw! Oh nee, dit is niet te doen. Dit is. Nou, jongens. Ik ga dit niet volhouden. Wacht, ik moet deze pot vasthouden. Er zit helemaal... Oeh! Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Au, 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 au! Oh! Oké, heel eerlijk jongens. Hier kun je helemaal niks mee. Dit doet superveel zeer. Er zit niet eens, net zoals spietsen, heb je een soort van gelak onderin de punt zitten. Zodat je daar op kan staan. Maar ik voel letterlijk de grond onder mijn tenen. De vloer raakt ook beschadigd door die hak. Echt een ramp dit. Oeh. Oh. Nee, het is niet te doen. Ik denk dat dit gewoon leuk is voor de sier. Eigenlijk, als je deze aan hebt, kun je er alleen maar mee kruipen. Je kunt hier letterlijk echt niet meer lopen. Dus waarschijnlijk is dat ook de bedoeling. Dat je gewoon geen kant op kan. Je bent gewoon voetloos. Helaas, we hebben er niet echt iets mee kunnen doen. Maar het was wel grappig. Ja, denk ik. Cool, ja, heel cool. We gaan door naar alweer het allerlaatste paar. Dit zijn eigenlijk gewoon een paar chunky sneakers. Ze waren 18 euro, 9 euro verzenden. Dus het is een van de goedkopere paren schoenen die erbij zit. Maar goed, ik heb hier het pakketje. Ik dacht al dat ik de zwarte had besteld, maar het is al een tijdje geleden, dus ik wist het niet meer zeker. Oké. Okay. Oh, het is wel iets anders dan ik had verwacht. Dit lijkt een soort... ja, waterschoenachtig spul. Dan heb ik hier de veters. Ik denk met die veters dat het misschien nog wel leuk gaat zijn. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zulke dikke veters gezien. Ik ben heel nieuwsgierig. Nou, misschien word ik wel verrast. Ik denk dat als deze erin zitten dat het een stuk leuker oogt. We trekken deze ook maar eens eventjes lekker aan. Nou, en dan het allerlaatste paar schoenen. Hey Dolly, ben je er ook? Ga je mee reviewen? Kom. Oh, wat kan je hoog springen zeg. Nou, het zijn niet echt rare schoenen. Het zijn gewoon zwarte sneakertjes. Vooral hele grote veters. En ze zijn vooral heel chunky. Nou, daar hou ik eigenlijk wel van. Er is verder niet echt iets raars mee. Waarschijnlijk ook niet op afstand. Maar van dichtbij zien ze gewoon best wel cheap uit. Zitten ook niet super lekker of zo. Maar ik moet zeggen, ik vind ze niet verkeerd. Eigenlijk was de bedoeling om vooral rare schoenen te unboxen. Maar als ik dit dan zo aandoe, dan denk ik, nou... kan ermee door. Het is niet dat ik denk van nou, dit is echt achterlijk lelijk. Dit zou ik nog wel aan kunnen doen zonder dat ik denk dat ik voor schut loop. Je hoort ook gewoon dat plastic, dat rubber overal gewoon knisperen en krijzen. Dat is echt verschrikkelijk. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Doe in dat geval natuurlijk een duimpje omhoog. Ik vond het heel erg leuk om weer eens een keer een Wish video te maken. Want dat is natuurlijk best wel een tijdje geleden. Ik merk ook alles wat ik nu van Wish bestel duurt gewoon extra lang. Laat me eventjes weten welk van deze schoenen jij het nou het allergekste vond. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal om bij de Ozen Leuke Onne familie te horen. En wil je dan echt helemaal compleet zijn, druk dan ook het belletje aan. Zo krijg je altijd een berichtje zodra ik een video heb geüpload is. Hopelijk tot heel snel. En dan zie ik je de volgende keer weer. Dus dan zeg ik toedeledokie. Dikke doei! Dag!